Welkom bij De Lezer des Vaderlands. Ik lees en bespreek in 2022 alle Nederlandse fictie die in de bestseller 60 verschijnt. Met heel soms een uitstapje naar wat literaire non-fictie, maar zeker geen vertaalde boeken. Ik offer me op voor het vaderland en aan het eind van het jaar maak ik de balans op. Boek 44 is Vrije Vogels van Ilja Gort. Een boek waarin het leven van wijnboer Abel en zijn vrouw Angela volledig op zijn kop wordt gezet. Plotseling klonk achter hem een stem. Hey Fransman! Hij verstijfde. Van schrik vergat hij adem te halen. Langzaam draaide hij zich om. Door de regensluiers kon hij niets onderscheiden. Opeens verlichtte een bliksemflits een donkere gedaante, groot en onverzettelijk als een rotsblok. Verankerd in de aarde als een zwarte demon, omhoog gekomen uit de hel. Wijdbeens in zijn lange leren jas leek hij de nacht naar zich toe te trekken. Deze duistere figuur is Sheng, een crimineel, bijnaam de kolonel die de lezers uit een vorig boek van Ilja Gort kunnen kennen. En hij komt wraak nemen, geld opeisen. En ondertussen speelt Abel een soort dubbelspionnenrol, waardoor hij later met deze Sheng en later met hun beide vrouwen in doldwaze avonturen terechtkomt. Dit boek is een avonturenverhaal dat zichzelf niet helemaal serieus lijkt te nemen. Zo is de vrouw van Sheng, Kimberly, helderziend en biedt vooral uitkomst op het moment dat er gevaar dreigt. Er is een geit waarmee letterlijk gepraat wordt en die het opneemt tegen zware criminelen. Machinegeweren worden gelegd zonder dat er slachtoffers vallen en iedereen lijkt sowieso met die geweren overweg te kunnen. En mensen lijken het uit het niets te kunnen verdwijnen. Plotseling kreeg hij een harde schop tegen zijn enkels. Hij gleed uit en viel lang uit in de beek. Water spatte in het rond. Meteen voelde hij een voet op zijn achterhoofd en werd met zijn gezicht ruw onder water geduwd. Zijn neus werd geplet tegen de bodem. Bloed bonsde in zijn oren. Twee handen gleden om zijn hals en knepen zijn keel dicht. Hij probeerde te schreeuwen, maar er kwamen slechts luchtbellen uit zijn mond. Hij kreeg geen adem meer. Het werd rood voor zijn ogen. Opeens klonk een pistoolschot. De handen verdwenen. Met gierende ademhaling schoot Abel omhoog uit het water en zoog zijn longen vol lucht. Knipperend wreef hij in zijn ogen en keek om zich heen. Hij was alleen. Het verhaal leest als een middelmatig jongensboek vol ongeloofwaardige wendingen waarbij de personages in feite grote kinderen zijn die dan wel drinken, seksgrappen maken en met geweren schieten. Ik heb geen andere boeken van Gort gelezen, maar ik vermoed dat deze combinatie van elementen zijn handelsmerk is. Het lijkt een beetje op avonturen in een stripboek. Niks te nadelen van stripboeken. En daar is duidelijk een publiek voor. NRC-recensent Arjen Ribbens besprak het boek in de krant van 28 mei. Hij benoemde de gemeenplaatsen, de verhaalwendingen en gooide het op een stapel aan vele lichte zomerboeken die doen vermoeden dat aan het strand of bij het zwembad een taboe rust op zelfs de lichtste vorm van hersenactiviteit. De auteur Ilja Gort, niet vies van een beetje reclame, kocht vervolgens advertentieruimte op in de krant, gaf zichzelf 5 ballen en verweet, niet geheel ten onrechte, dat de recensie niet alleen het boek besprak, maar ook zijn lezers publiek beledigd om vervolgens tegelijkertijd de problematiek van de leesbevordering en de boekenbranche er als drogredenen bij te halen. Uiteindelijk wil Gort met deze actie als eigen uitgever zijn boek promoten. Dus waar Ribbens hoogneuzig is, daar is Gort kleineuzig. Een opvallend woord in de recensie van Arjen Ribbens vond ik het woord potsierlijk. 1, omdat dat typisch een recensiewoord is en 2, omdat dat typisch een recensiewoord is. Dat wordt gebruikt om de zogenaamde hoge en lage cultuur van elkaar te onderscheiden. En 3, een week eerder gebruikte Judith IJsselin het woord potsierlijk om het boek Roadtrip van Suzanne Vermeer te typeren. Een boek dat ik overigens deze week ook nog zal bespreken. En Ribbens haalt die recensie notabene aan in zijn eigen tekst. En blijkbaar bracht hem dat op het idee om dat woord ook te gebruiken om het boek van Ilja Gort te typeren. Een gevalletje kopiëren. En nu snap ik natuurlijk wel dat dat potsierlijk hem zit in die ongeloofwaardige wendingen en in verhaalelementen als een helpende, pratende ezel en een helderziende die alleen maar worden gebruikt om het verhaal verder te brengen. Maar dat hoeft natuurlijk niet slecht te zijn. Mijn guilty pleasures zijn de films en series van Marvel en die zitten qua ongeloofwaardigheid aardig op hetzelfde niveau. En de films van Arnold Schwarzenegger zitten ook vol potsierlijkheid, maar die hebben inmiddels wel een redelijke cultstatus verkregen.
En verder getuigt het van weinig historisch besef om te stellen dat zulke elementen een verhaal per se slecht maken. Kijk naar onze eigen klassiekers. Bijvoorbeeld middeleeuwse verhalen waarbij Balenwijn met een vos praat, koning Karel met een wonderkruid, een haan hoort praten, Elegast uit stelen gaat en dan toevallig hoort over een aanslag en tegelijkertijd ook nog een druppeltje bloed opvangt in zijn hand om te kunnen bewijzen dat de zus van de koning wordt mishandeld. Of de absurde verwikkelingen in de reis van Simbrand Daan en wat te denken van de toneelstukken van Vondel. Potsierlijke wendingen zijn er genoeg te vinden in onze historische literatuur. Ja, maar dat zijn oude verhalen, zou je kunnen stellen. En ja, dat is een geldig argument. Deze verhalen hadden naast vermaak tot doel om het geloof in God te verwoorden en daarmee de standaardmaatschappij te versterken. Maar dat inzicht biedt wel de sleutel hoe je Vrije Vogels volgens mij moet lezen. Naast vermaak is er ook een God in dit boek aanwezig. De God van Gort is, hoe kan het ook anders, de wijn en wordt dan ook letterlijk godendrank genoemd. Allemachtig, zei Abel, terwijl hij een fles eigen wijn ontkurkte. Wat kan een mens daar trek in hebben? Het vermaak van het lichte, zo je wilt, potsierlijke verhaal is ondergeschikt aan de promotie van wijn. Al in de eerste zin worden de wijngaard en de druivenstokken genoemd. Er wordt veelvuldig wijn gedronken of er wordt aan wijn gedacht. De boekenlegger is in de vorm van een wijnfles van het wijnmerk van Gort. En als iemand een rode trui aan heeft, dan is die trui wijnrood. Kortom, dit is een als reclame verpakt verhaal. En ik ben al snel gaan turven hoe vaak er een fles wijn wordt ontkurkt. En op pagina 70 zat ik al op 10 keer. Daarna gaan ze het bos in, wordt dat wijndrinken iets lastiger. Maar gelukkig komen hun vrouwen dan nog op zoektocht en die nemen een fles rosé mee. En uiteraard eindigt het met volle glazen in de handen van de personages, waarmee het aantal flessen wijn dat ontkurkt wordt in totaal op een bescheiden 17 komt. Het boek doet daarmee een beetje denken aan stripverhalen die als reclame worden ingezet. Bijvoorbeeld bij folders van supermarkten of bij bedrijven. Het zijn kwalitatief niet echt sterke verhalen, maar het gaat vooral om het product dat wordt neergezet. En volgens mij moet je Vrije Vogels op die manier lezen. De boeken van Gort zijn net als de ingekochte advertentieruimte reclamemateriaal. Koop mijn boek, koop mijn wijn, kom naar mijn proeverij, kom naar mijn bed and breakfast, etc. Allemaal weinig subtiel in verwerkt. Kom, Abel liep naar de wijnkelder. Dan gaan we wijn proeven. Met andere woorden, ik zie deze roman als een verhaal voor lezers die stiekem het liefst een stripboek zouden willen lezen, maar daar wellicht niet voor uit durven te komen en daarom maar naar de wijnpromotie van Ilja Gort grijpen. Met daarin een standaardmaatschappij waar de wijn boven de stijl en de plot staat. Santé. Word nu ook een lezer des Vaderlands of maak van je beste vriend of vriendin of van je kind of van je opa of oma een lezer des Vaderlands en bestel dit leuke t-shirt. Kijk nou, ziet er toch leuk uit? Of bestel een hoodie, een sticker of een tas. Linkje in de beschrijving.